Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we voor jullie weer een Spiksplinter nieuwe aflevering in het Amerikaanse pretpark. Vandaag zijn wij in het Universal Tales of Adventure. Island of Adventure. Oh, Island of Adventure. Het eiland van het avontuur. Zijn wij vandaag aangekomen en hebben weer twee leuke attracties op de planning staan. Voor degene die dit ook zelf willen spelen, je past het in de beschrijving. We gaan vandaag beginnen met de Hulk attractie en daarna kijken we nog wel even welke we doen. Waarschijnlijk de Carousel. Carousel, denk ik. Ja, het zal wel een draaimolentje zijn. Ja, dus die gaan we dan in ieder geval doen. We gaan eerst lekker naar de Hulk toe, dus heb je er zin in, klik even duimpje omhoog. En deze server heeft echt meer dan 100 werkende attracties, waarvan meer dan de helft models hebben. En we zijn benieuwd welke die wel hebben, want die hebben we tot nu toe nog niet gevonden. Ik denk oprecht in dit park ook nog niet. Denk ik. Ja, ik denk dat het gewoon in één keer bij Disney in één keer alles is. Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Stan is hier zelf al geweest. Zeker weten. In het echte. Echte leven. Weer is hij allemaal rommel aan te smeren. Allemaal van die veel te dure winkeltjes. Oh, ik daar links zie je hem al. Ja, nog duurder dan Bobby Aanland. Maar de Hulk, dat is toch zo één zo'n rechte baan die dan in één keer keihard omhoog gaat, of is dat niet zo? Nee. Oh. Die word je gelanceerd, zo naar boven. Best een goede achtbaan. Hè? Best een goede achtbaan, in het echie. In het echie. Ja, daar gaan we. Hier staat hij al, Hulk. Hulk. Even kijken. Oh, deze zijn mensen... wel models trouwens. Oh ja. Hang je hierin? Nee, je zit daar bovenin. Is dit even... weer die ride counters, jongen. Oh, moet je onder de Hulk heen? Of waar moet... Kijken waar die ingang ook alweer is. Zoeken. Ik denk daar. Oh, daar achterin. Ik denk bij die metaalpoortjes. Ja, daar is... Fuck. Oh. We zijn echt bij de uitgang erin gegaan. Zitten we daar nog vast, ook? Ja, dat is wel bij iedere attractie inderdaad, die metaaldetectors, zodat je je telefoon niet meeneemt. Anders is het claimen geblazen. Hui. Ik zag wachtrij. We moeten daar in ieder geval naar boven. Hier zo. Als je deze dat weet ik nog. Als je ding aanraakt, dan is het pang. Ja, dan is het gebeurd. Pas op, straks knalt hij nog. Mee afgelopen. Is er niet zo'n clickbait, wachtrij. Ja, hier is het. Allemaal. Press the button to ride the Hulk. Oei, gek. Oei. Oh, je spawnt er ook echt gewoon meteen in. Lekker man. Vier stoeltjes naast elkaar ook, omdat hij in het echt ook is. Je kunt er maar met z'n tweeën zitten. Oh ja. Die zijn super klein. Daar gaan we. Deze models zijn wel tof. Ja, dit is wel netjes. Daar gaan we. Oh. En hier word je dan normaal omhoog gelanceerd. Hoi! Huts! Woejoe! Hey! Kijk aan! Dat draait. Oei, maar daar is water normaal. Oh, maar dit was serieus wel gaaf hoor. Ja, deze gaat ook best wel hard. Het is best een log ding. Een lompert. Lompert. Hey, dan gaan we door de baron ding heen. Brekt een Hulk. Ja, dat is een lekker baantje dit. Een huts, daar gaan we nog een keer. Hey, je wordt er ook elke keer uitgetp'd. Achter ga je dan steeds verder en verder. Hoi. Ho! Keihard. Ik had ramaard dat ding. Oh, daar heb je ook dat ding waar je naar beneden valt. Oh. Ja, daar zijn die torens. Je gaat hier wel echt veel op over de kop, man. Ja, deze ga je best wel vaak over de kop, ja, klopt. Dat weet ik wel, die doe ik niet meer dan één keer in het echt. Oh. Hey! Ja, dus, maar dit is ook het eerste park waar je ook echt direct er gewoon zonder bediening of iets gewoon meteen erin ja, dat is wel chill. Gezet wordt. En waarschijnlijk gaat het als wij eruit gaan, is het ook meteen gaat weer uit. Ja. Is helemaal hartstikke mooi. Ja, dat is wel mooi gedaan, ja. 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 Want welke doen we hierna? Ja, we kunnen wel naar die of naar die toren, die zit hier eigenlijk vlak naast. Daar kun je wel naar lopen. Die was ook open.
Die stelt ook geen zak voor. Ja, zie je, nou is hij ook gewoon weg. En ja, wij tegen, ook. Tegen de lijk. Ja, ik had alsnog lijk net. Lekske. Hey, daar hangt hij. Hey, daar is hij. Hulkske. Maar het mooie is nog, tijdens opname hier, dan lijkt dat bij mij keihard, maar als je dan terugkijkt in de video, dan merk je er bijna niks van. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ik zit dan allemaal... Hey, er zijn wat er twee. Dit dan? Ja, we zijn twee dezelfde, maar wat is dit dan? Botsauto's. Maar oh, dat denk ik serieus. Iemand is hier 1000 keer in geweest. Wat is dit? Is niet eens iets, je kunt er gewoon inlopen. Bam. Nee jongen, dit moet wel iets zijn geweest. Hoe heet hij? Ik veel. Express Pass? Nee, daar op dat ding staat er. Storm Force Acceleration. Kun je dat niet zien? Gaat hij niet... Oh hier. Ja, trak. Ja. Hij is gewoon open. Ja, maar wat dan? Geen idee. Ja. ik ben erop geklikt en... Er gebeurt niks. Kom, we gaan naar die toren toe. Hier heb je normaal die kluisjes. Hier jongen, hier moet je toch op hier moet je toch op klikken jongen. Oh, zit er een knupske? Oh! Oh! Oh nee, dat zijn van die theekoppen. Oh, hier kreeg ik echt... Nou heb ik echt zieke lag. Hij staat er gewoon op. Oh, hier wordt mijn partij misselijk van. Ik ga eruit jongen. Oh, als ik daar al naar kijk in Minecraft word ik er al misselijk van. Ik heb nou 10 frames per seconde. Oh, je bent er al uit. Ik ben er al uit, jongen. Oh man, dat lijkt een uitrap. Maar dan die... in ieder geval, daar hebben we die ook al gehad. Naar die toren toe. Ja. Even hier links. Hij klinkt beter dan dat die was. Dit was super chill. Hier aan de linkerkant is een restaurant. En in Amerika kennen ze mayonaise eigenlijk niet echt. Dus je zit overal ketchup te vreten. En ik vind ketchup best wel kut. Dus op een gegeven moment hadden ze hier wel mayonaise, dat kon je gewoon pakken. Wij echt 10 van die zakjes gepakt en onze tas geflikkerd, zodat we overal gewoon mayonaise hadden tijdens die vakantie. Ik heb mayonaise. Mayonaise. Hey! Werkt dat zo? Oh wacht, hij zit hier af te snijden. Een beetje van die DC comics van die bad guys allemaal. Oh, welke kant moeten we nou naartoe? Oh, hier bovenlangs, ja. Hier kreeg ik een gekke lag spike. Er zal nog wel van die theekopjes zijn, denk ik. Oh, nu is het ineens weg. Kreeg, heb jij dat niet? Nee. Ik wel. Oh man, als deze kant op kijkt, dan... Ja, een heel klein beetje. Oh, bij mij is het echt hard. Oh ja, nu ben ik wel weg. En hier kom je er dan in. Wat is dit dan? Is dit een doolhof of zo? Ja, hier zouden die dingen moeten komen. Oh nee, huh? Oh hier, ja, hier moet je erin. If button is missing or door is closed, contact. Waar is de button dan? Hier, press the button to start the ride. Ja, doe. Oei! Oei, yo! Die models zijn best vet. Oh ja, ik zit erin. Oei, die zijn serieus wel dik. Aan de andere kant. Ding gaat naar beneden. Oeieeuw. Dr. Doom. Oeh. Is dat een man? Zie jij dat gezichtje ook voor jou? Of ja. Oeh, dit is wel... Particles. Wel lachen, man. Ja, het is wel... Ja. goed. Hij neemt wel de tijd. Ja, zoals die van vorige aflevering. Of word je hier omhoog geschoten? Ja. Hey! Dat is ook mooi, jongen. Ik zie helemaal niks aan mijn kant. Alleen maar loodsen. Ik weet nog, in Slagharen, jongen, ben ik hier zo vaak ingewist in zo'n ding. Ja, maar die is echt super klein vergeleken met wat je hier allemaal hebt. Oh, ja, ik vond het alles nog wel mooi. Ik ben in de hoogste vrije valtoren ter wereld geweest. Waar is die? Ja, in New Jersey, vlakbij New York. Noor. De waren, godverdomme hoog. Ja, dat hoeveel weet ik eigenlijk helemaal niet. Wacht, ik ga dat opzoeken. Ja, daar hebben we nou toch rustige tijd voor, want dat ding duurt 3 minuten vandaan niet weer. Hij is 126 meter hoog. Oh. Hoe hoog is...
Ja, waar is daarmee te vergelijken in Nederland? Ik niet. Hoe hoog is de gemiddelde molen? Zo. Hoe hoog is de gemiddelde molen? Oh, de Domtoren in Utrecht, weet je wel? Ja? Die is 112. Dus die is nog hoger dan, dan die toren. Ja, dat was kon. Ja, dat was kon. Uitgang, jongen. Oh, hier. Kijk, dan hebben we gewoon 3 attracties gedaan in 1 aflevering. Moet niet gekker worden. Hier komen we weer in een winkel. Kopen. Allemaal kopen. Ja. Dat was wel mooi, hè? Ja. Oh, skon. Mensen, in ieder geval bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog achterlaten als je het leuk vond. IP staat in de beschrijving. En ja, dan zien we nog gewoon de volgende keer weer. Want we hebben er nog een heel veel die eraan komen. Elke maandag. Dus tot de volgende keer. Later. Later, hè.